Pim Ligthart, de Giro start morgen. Wat is jouw precieze rol eigenlijk deze ronde? Rol. Ik zal eerst André natuurlijk bijstaan in de eerste paar etappes hier in Nederland. En ja, elke sprint die er gaat komen, wat mogelijke massasprint is, zal ik hem zoveel mogelijk proberen bij te staan in de finale. En natuurlijk ja, te controleren dat er sprint wordt voor hem. En daarnaast hoop ik in de overgangsetappes ja, op een goede dag, dat ik goede benen heb en dat ik een keer mee zit en zien hoe ver we komen. Mark Cézanne zei al gisteren, ja, Pim gaat in ieder geval één dag onze kopman zijn. Weet je al welke dag dat gaat zijn? Ja, op het moment dat ik goede benen heb gelezen. Dus het is gewoon per dag afhankelijk. En we hebben een hele sterke ploeg hier. Die ja, op het moment dat er een vroege vlucht weg is, die kans heeft tot de finish dat in principe er altijd bij moeten zijn. Of het nou Adam is, of Jurgen, of Lars, of ik, of Tim, of Jelle. Noem ze maar op, Jean. Dat er iemand bij moet zijn. Ja, en als ik er een keer bij ben, ben ik het. En dan moet ik het afmaken. Tot slot, wanneer is jouw Giro geslaagd, Pim? Als we hier met de ploeg één of twee, misschien meerdere overwinningen kunnen halen. En dat ik zelf gewoon met een goed gevoel afsluit dat ik een bijdrage heb geleverd. Dat ik van mezelf kan zeggen van ik heb niks laten liggen. En op het moment dat die kansen komt om te winnen, dat ik mezelf hiervan niet kan verwijten mocht het mislukken. Maar als ik gewoon met een goed gevoel kan afsluiten.